Okay. Ja, zo voelt het een beetje. Dus. Daan Schuurmans, Thomas Ros. Januari begint de VPRO met het uitzenden van een nieuwe televisieserie. Bernhard Schavuit van Oranje. Laten we gewoon meteen even naar een stukje gaan kijken. Lassen Sie den Mann los, bitte. Eine Rotznase vom Reiter-SS. Ist er etwa ein Judenfreund? Ich habe Sie gebeten, den Mann loszulassen. Mich, Obersturmführer des Standleibkorps Adolf Hitler? Name! Bernhard, Prinz zur Lippe Bisterfeld. Oh, Johann Alexander? Ja. Maar niet ten koste van alles. Ook als hij geen kroonprins was geweest. Was hij het maar niet. Juliane is vielleicht niet schön, aber hässlich. En aufgrund van dem, was ik gehört habe, is sie lieb en fügsam. Wusstest du, dass die Oranier weltweit so ungefähr die reichste Familie sind? Stell dir vor, Bruder. Paläste, Autos, jede Menge Pferde. Jeden Morgen ein Kerl im Livret, der einem die Schuhe zuschnürt. Warum heiratest du sie nicht? Hm? Weil Wilhelmine meint, du seist eine bessere Partie. Thomas Ros, jij schreef het scenario. Wat fascineert jou in Bernhard? Nou, de serie heet Schavuit van Oranje. Dat schavuit komt ongeveer in de buurt. Eigenlijk omdat het zo'n ontzettend on-Nederlandse figuur is geweest in onze geschiedenis. En het is de recente geschiedenis. En dat, in dat lange leven ja, bestrijkt hij bovendien ja, vrijwel alle spannende, mooie, intrigerende gebeurtenissen van de 20e eeuw. Hè. De wereldcrisis, opkomst nazisme, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw, het gesodemieten rond de troon, de Lockheed Act. Je kunt bijna in de Nederlandse geschiedenis van de 20e eeuw geen affaire verzinnen of bedenken of Bernhard is daar niet direct dan wel indirect bij betrokken. En welke karaktereigenschappen verbind je aan het begrip schavuit? Ja, dat klinkt, ik vind het zelf iets te mild klinken, moet ik zeggen. Maar ik heb al in de donder gekregen dat de serie... Mensen zeggen, je wordt zeker oud, je bent milder of zo, die het scenario hebben gelezen. Nou ja, vrolijk door het leven, oppervlakkig, opportunistisch. Dat zijn de bekende karaktertrekken die altijd aan Bernhard werden toegedicht. En het is ook zo, ijdel, eigenbelang niet uit het oog verliezen. Maar vooral heb ik altijd een man gevonden die te hoog wilde grijpen altijd. Zelfoverschatting leed hij aan. Hè? Niet begrepen dat hij eigenlijk vaak gebruikt werd, gestuurd werd. Dat begint dan natuurlijk met Juliane. Dat is met het zakenleven zo, dat is met Lockheed zo. Dat is altijd de man van de wereld willen zijn. Het ook ontzettend fantastisch spelen, hoor. Daan doet het trouwens ook prachtig. De charmeur en weet ik wat, maar eigenlijk is het de verliezer, vind ik. Ja. Daan, je doet het inderdaad prachtig. Paul en ik hebben kunnen kijken naar een aflevering. Of tenminste een soort gecomprimeerde aflevering. Misschien wel iets langer zelfs. Iets van 45, 50 minuten. Ja, dat was de eerste aflevering. Hoe heb jij je voorbereid op Bernhard? Nou ja, het voordeel van zo'n historische figuur is dat je natuurlijk ongelooflijk veel materiaal tot je beschikking hebt. Dus ja. Biografieën, het internet kan je helemaal leegplukken. Maar dat moet je vervolgens ook weer loslaten. En het scenario tot je nemen en het leven in die situaties proberen te ontdekken. En iets van hem uit te kiezen, neem ik aan. Want wat fijn is dat je niet zo'n ongelooflijk dik Duits accent hebt gepakt, bijvoorbeeld. Nee, dat vond ik wel belangrijk om dat te doen. Hij is natuurlijk zo ongelooflijk veel geïmiteerd dat je, als mensen Bernhard nadoen, doen ze vaak de imitator na en niet Bernhard zelf. Ja. Ze gaan Jiskevet nadoen, hè? Ja. Dat is het zoveel, moet je niet doen. Ja. Ja. Maar is er nou een bepaald historisch materiaal? Er zijn inderdaad interviews met hem geweest, overigens ook weer niet zoveel. Waar je dacht, daar ga ik nou eens naar kijken. Nog eens naar kijken om te weten hoe ik mijn gezicht moet plooien. Nou, waar ik het meest aan gehad heb, was het interview uit 1987 met Maartje van Wegen. Ja. Dat was een geweldig interview waarin je hem bijna alles ziet doen wat hij is. En daar heb ik fysiek heel veel aan gehad. Laten we even gaan kijken naar een stukje uit dat interview. Mag ik even zeggen, vertel eens even waarom je het idiote idee hebt gehad om met mij te trouwen. Oh, vond je dat zo idioot? Ja. Nou, nee, daar zullen we het nou niet over hebben. Ik bedoel over mijn werk. Ik doe mijn leven lang mijn best om niet ouderwets te worden. Er zijn natuurlijk dingen die ik niet leuk vind tegenwoordig, maar er waren vroeger ook zo ontzettend veel dingen die ik niet leuk vond. En ik geloof niet dat de mensen slechter worden dan ze waren. En er is ook zeker een evolutie aan de gang, geloof ik zeker.
Ja, in de serie wordt koningin Juliana gespeeld door Ellen Vogel. Ja. En dat doet ze heel goed. En die heeft ook heel goed, denk ik, naar dit fragment gekeken. Het was een spannend interview van Maartje Verwegen. Eigenlijk een leuker interview is met mensen van het Koninkhuis nooit gemaakt, denk ik. Nee, het is heel goed. Ja. Maar waar let jij dan op als je naar Bernard kijkt en probeer je dat in je gezicht of houding weer te geven? Nou, als je ernaar kijkt, ik krijg gelijk een soort vrolijkheid. Een soort vrolijkheid. En iedereen met wie ik over Bernard praat, dan ontstaat er iets wat er nu hier aan tafel ook ontstaat. Iets vrolijks, iets sprankelends. En ik vond het mijn taak als acteur om dat in ieder geval voor elkaar te krijgen. Dus dat onverzettelijke optimisme en die vrolijkheid, die zie ik hier helemaal in terug. Thomas, die eerste vraag die Juliana aan haar man stelt in het interview waar Maartje dus die vraag niet stelde, namelijk waarom ben je eigenlijk met mij getrouwd? Dat is een belangrijk spoor in jouw televisieserie eigenlijk. Hè? Waarom is hij met haar getrouwd? Ja. Namelijk? Nou, Bernard is met haar getrouwd op aandrang van zijn moeder, prinses Armgard, die dat als een statusverhoging zag voor de familie Liepen. Dat was redelijk verarmde adel toen in het oosten. En zelf ongetwijfeld, want dat was Bernard, door een oppervlakkig soort ambitie begeesterd, inderdaad de rijkdom, de macht eventueel. Hij heeft er inderdaad rekening mee gehouden dat hij de troon zou kunnen krijgen. Dat heeft hij trouwens de hele tijd eigenlijk gedaan, tot en met de Greet Hofmans affaire. Zich een beetje vergist in dat stijve Haagse hof van Wilhelmina, want dat was natuurlijk verschrikkelijk en het low in die periode. Maar het is een, eigenlijk, ik, die beginperiode is een beetje het moederskindje. Dat is Bernard echt geweest. Armgard was alles voor hem. Ik heb de serie de 4 delen, want ik had er graag 12 willen, maar dat kon niet natuurlijk. Dan ook gebouwd eigenlijk om de 4 vrouwen die echt belangrijk in zijn leven zijn. Armgard in deel 1, Wilhelmina in deel 2, oorlog. En dat gaat gewoon netjes chronologisch. Juliana deel 3 en Beatrix, wat een ontzettend conflict en drama in zijn leven is geweest. Hè, voor en na de Lockheed-affaire. En het gearrangeerde. Het gearrangeerde van Bernard neem je weer mee naar het gearrangeerde van Maxima en Willem-Alexander. Ja, want ik vond ze zo mooi spiegelbeeldig. Allebei vreemdelingen. Allebei, wat ik dus stel in die serie, gehaald om die dynastie te redden. Die Oranje-dynastie te redden. Allebei met een besmet verleden. Maxima dan wel niet, maar haar vader zeker wel. En dat is de ene generatie met de andere. Er zitten zeer veel gelijkenissen. Bernard zegt het ook, want de oude Erik Snijder speelt dus de oude Bernard trouwens. Ja. Zegt dan ook, we are two of a kind. En dat denk ik ook dat zo is. En ze gingen ook goed met elkaar om, hoor. Ze herkenden het. Zo een klein stukje kijken daarvan? Ja. Oh, papi. Je hebt echt de beste vrouw voor Alex gevonden, hoor. Na al die rare vriendinnetjes van hem. Hoe bedoelt u gevonden? Mami is een beetje in de war. Waarom doe je dat nou toch, Bernard? Ik ben helemaal niet in de war. Dat is toch iets om trots op te zijn dat je een vrouw hebt gevonden voor Alex, die zo mooi is en die zoveel van hem houdt. Mami, toe. Jij denkt dat ik gek ben. Je wilt me weer laten opsluiten. Dat wou je met Greetje ook al. Maar dit keer zal je dat niet lukken. Juliana, is genoeg. Ja, de theorie die je lanceert is dat prins Bernard via ervoor gezorgd heeft dat Willem-Alexander en Maxima elkaar zouden ontmoeten. En dat zij zich min of meer op zo'n feestje zou opdringen en dat het zo is begonnen. Het gaat nog verder, ook Jorge Zorrigueta wist dat. Ja, sterk nog, en dat het voor Zorrigueta gunstig was, want zo'n huwelijk zou ertoe leiden dat hij in Argentinië een beetje uit de wind werd gehouden als het erom ging wat hij te maken had. Niet de hele plot van de serie nou. Nou ja, het is wel een belangrijk punt. Het is een belangrijk onderdeel van de serie, waar je als kijker van denkt, hoe zat dat ook weer? Wat zijn nu eigenlijk ook weer de feiten die ik ken en in hoeverre moet ik nu de serie verder geloven? Nou, dat roep ik bij de boeken ook, maar ik ben hier nog preciezer geweest dan met de boeken, want ik vind dat als de hoofdpersoon zelf spreekt, en dat is Bernard, dan moet je 3 keer oppassen, want het is niet een fictieve held die vertelt over hem, maar hij is het. Nou, ik ben erg benieuwd of de feiten die ik aanvoer, of die tegengesproken kunnen worden. Meer kan ik ook niet doen. Dat is een contradictie, want als het feiten zijn, dan kunnen ze niet tegenwoordig gesproken. Dus nou, je zult ervan opkijken. Bernard zelf, zoals je weet, ooit heb ik een boek geschreven, 5 jaar geleden, en wilde echt feiten tegenspreken. Toen heb ik me verweerd en daar heb ik nooit meer iets op gehoord. Dus dan denk ik, ik zal maar gelijk hebben. Maar het staat buiten kijf dat Bernard de familie Zorrigueta al heel lang kende. Echt, de opa van Maxima, Jorge heeft gekend. Dan vind ik wel vreemd dat als Maxima in 1999 binnenkomt aan de hand van Willem-Alexander, dat Bernard, die een fabuleus geheugen had voor namen en personen,
niet zei, goh, Zorrieta, er is maar echt maar één familie Zorrieta in het grote Argentinië, een Baskische familie. Trouwens, hij logeerde bij de opa, dat is Juan. Wat heel vreemd is, bovendien is het heel vreemd dat Bernhard uitgerekend dat jaar, terwijl hij elk jaar naar Sevilla ging, daar hebben Willem-Alexander en Maxima elkaar ontmoet, dan niet gaat, terwijl hij niet ziek was, niet in het ziekenhuis was. En tegen Willem zegt van, tegen Alex zegt, ga jij eens. En verder vroeg ik mij af wat Maxima daar toch deed. Hoe kwam die daar? Uh-huh. Het hoort niet, want het zijn Spaanse feesten, maar er worden grote zaken gedaan. Het zijn de grote bankiers die daar komen. Maar dat was Maxima helemaal niet. Ze werkte bij een bank. Ja, ze werkte bij een bank. Een hele hoop mensen werken bij, maar niet de topbankiers. Je gaat niet als je bij het middenkader van de Dresdner Bank in New York werd. Bovendien vroeg ik me ook nog af waarom ze dat hele vrije leventje opgaf. Want er zit nu al 10 jaar toch te suffen in Noordeinde Eikhorst. Die zit gewoon te wachten. Want zoals in de serie wordt ook gevraagd, als het Piet uit Purmerend was geweest, niet. Nou, dat had Bernhard met Julia natuurlijk ook niet. Ja. Dat is weer, nou ja. Is het nou iets waar je, dat je er rekening mee houdt dat de mensen die hierin worden opgevoerd voor een deel bestaan en misschien kijken en denken, A, ik voel me beledigd door de wijze waarop ik word neergezet, en B, het klopt gewoon helemaal niet. Nou ja, in het laatste geval, als het niet klopt, wil ik dat altijd graag horen. Dat kan, toch? Maar mijn vraag was, hou je er rekening mee, hou je in je hoofd als je het schrijft rekening mee dat er mensen nog leven die denken, ik vind dat niet leuk om dat zo te zien, want dat gaat om mijn familieleven en... Nou, dat hangt van die mensen zelf ook een beetje af. Weet je, als je dat zou vragen aan de makers van The Queen bijvoorbeeld, een nogal door mij bewonderde film, de film over Elizabeth en Philip na de dood van de vervloekte Diana, zal ik maar zeggen, bij de Windsors. Ik denk niet dat Buckingham Palace dat prettig heeft gevonden. Ze zijn wel zo wijs geweest om niet te reageren. Dat is heel verstandig van ze om dat niet te doen. Maar het kan ook betekenen dat ze niet reageren, dat ze zichzelf verschrikkelijk goed herkend hebben. Ik vind dat ook de vrijheid, ja, smaad en laster mag niet, maar de vrijheid van de romancier of dat van de dramaschrijver. Dat vind ik een zaak. Ik vind dat je tamelijk moralistische vragen stelt aan hem hier. Ja. Vind je dat hij te ver gaat? Dat zei ik niet. Ik vraag het alleen aan hem of hij rekening houdt bij het schrijven dat die mensen daarna gaan kijken. Maar dat ik probeer wel echt zo zindelijk mogelijk te zijn. Ik weet dat er nu sommige mensen beginnen te lachen. Ze niet verdedigen natuurlijk. Ze kunnen ze niet. Dan moet Jan-Peter Balken en dan moet de Kamer weer in. Het Koningshuis kan zich verschrikkelijk goed verdedigen. Stel je voor dat ze doen ze dan via Balken en of dat doen ze via de RVD of dat doen ze via dure advocaten. Maar ze kunnen natuurlijk van alles doen. Dat is wel zo. Je zult het ze zelf niet zien doen. Maar Andries, dit verhaal kende jij al of niet? Want jij staat natuurlijk van ons allen het dichtst bij de koninklijke familie. Sinds gisteren, ja. Als officier. Is het waar wat Thomas Ros vertelt? Die feiten weet ik dus niet. Dus jij geeft een aantal feiten die denk ik niet allemaal te checken zijn. Zoals bijvoorbeeld de vraag waarom Maxima in Sevilla was. Mm-hmm. Ja, dat zal je aan Maxima zelf moeten vragen. Dat gaat ze niet zeggen. Dat gaat ze natuurlijk niet zeggen. Nee, maar dat is juist het beroerde van. Ja. Als ze de archieven zouden voor dat. Ja. Dit hoeft niet. Als het echt privé is, hoef ik het niet te weten. Nee. Want zo ben ik ook weer niet of zo. Maar als je denkt, hey, zou dat een gearrangeerd huwelijk zijn? Hè? Er zijn allerlei geruchten over de oude Zorrieta op dit moment in Buenos Aires. Want daar is... Nou ja, ze zijn een apart ministerie voor mensenrechten. Ze zijn echt bezig. En Fidele, de toenmalige president, zit nog steeds thuis. Ze zijn echt doende. Nou ja, en het is natuurlijk onzin om te beweren dat Jorge Zorrieta geen boter op zijn hoofd. Even terug naar Bernhard zelf, Daan. Zit er nog ontwikkeling in de persoon eigenlijk? Ja. Waarom? Omdat, gelukkig wel, mede door de goede scripts van Thomas... wat er gebeurt, is dat het een man is die natuurlijk in die oorlog... Nou ja, wat zei de Britse koning tegen Bernhard? Jij bent de enige die genoten heeft van de oorlog. Volgens mij ben jij de enige die genoten heeft van de oorlog. Ja. Dus dat was een fantastische tijd voor hem. Vervolgens komt hij terug in Nederland. En hij had allerlei prachtige plannen voor zichzelf. Maar werd voortdurend weer teruggeworpen tot die rol van prins gemaal... En er kwam niet alles wat hij wilde kwam van de grond. Dus dat zorgde wel voor een litteken, natuurlijk. En dat vond ik mooi om te spelen. Dat hij dus toch met dat optimisme en dat enthousiasme doorging. Maar hij kreeg niet van de grond wat hij van de grond wilde krijgen. Nee. En dan komt er van alles en nog wat om de hoek kijken. Dus vrouwen en snelheid en drank. En, nou ja, goed. Sprak jij al zo goed Duits? Of heb je dat nog speciaal voor deze serie bij moeten... Nee, ja, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Dat heb je gewoon in de tas. Als je eenmaal in Bernhard verplaatst, komt dat vanzelf. Dat is waar, ja. Eigenlijk, we hebben dus maar één aflevering gezien... maar je speelt hem niet onsympathiek. Het lijkt eigenlijk alsof je wel iets met hem hebt. Nou, mijn eindconclusie over de man is dat ik het een mens vind... Met SCH. Met het hart aan de goede kant van de ziel...
Maar dat hij dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen, dat weten we allemaal. Maar het was voor mij als acteur niet interessant om daar naar te kijken. Nee. Want dan lever ik commentaar op mijn rol. Een acteur is geen moraalridder. Nee, exact. Ik moet die man spelen vanuit... Witte man slecht. Ik moet die man spelen vanuit mijn kern. Ja. Dan krijg je dit enthousiaste, optimistische. Maar het is toch heerlijk om zo'n man te spelen die een beetje flair heeft in die dorpfamilie daar? Dat was wel plezierig. Het is wel leuk om te doen natuurlijk. En dan die auto's. Die pakken. Dames. Dat is allemaal leuk. Ja. Wij vonden het erg leuk. En het wordt in januari wordt de eerste aflevering. Op 4 januari, als ik het goed heb, 's avonds om 10 uur en dan elke week 1. Goed. We gaan straks praten met